Je hebt toch wel een nostalgisch, weemoedig gevoel dat hij er vandoor gaat. We hoorden hem gisteren aankomen en echt een traantje moest ik wegpinken. Ja, het is Rotterdam natuurlijk, dus dat betekent sowieso wel hoop. Het is gewoon een mooi schip. Het is gewoon een geweldige boot. Ja. Als je met Holland te meer klein bent, dan blijf je gewoon komen. Waarom heeft u een vlag mee? Misschien een beetje eerbetoon. Om te laten zien dat er toch nog wel mensen zijn die er omgeven, Rotterdam. Dus het is toch wel een beetje emotioneel. Hij geeft altijd drie toeters heel hard en die maken altijd indruk. Ik denk ook dat ik nog wel een traantje laat als hij daar doet. Of ik zwaai? Nou, ik zal kijken wat ik kan doen. We komen de MS Rotterdam uitzwaaien. Ja, toch de Rotterdam uitzwaaien voor de laatste keer. We zijn hier al heel vroeg, we waren hier al voor achter. Ja, ik ga zeker zwaaien. Ja, hier. Is toch niet normaal dit? Ja, moet je luisteren. Mensen gaan ook dood en krijgen nu weer een nieuw schip. Ja, er komt wel een nieuwe. Ja. Dit blijft toch de oude, dit blijft toch de mooiste. Het moet weg, het is oud. Ik vind het jammer dat die verkocht is. Maar ja, dan komen we er een nieuwe. Er zitten wel heel wat roestplekjes op het ogenblik. En hij is klein vergeleken bij al die andere cruiseschepen. Dus ik snap dat er wel een ander schip moet komen nu. Het is nu klaar en nu is het over. Op naar een mooie toekomst weer voor de cruisemaatschappijen. Dat gun ik ze van harte. Want het zijn de mooiste vakanties die er zijn.